Oké, jongens. Dit keer gaan we water maken. En ja, dit is echt. Ik ga deze dingen in één keer uploaden. Dit zijn ook maar tutorials, dus ja. Ik ga proberen water te maken zoals dit en dan zoiets. Oh, van mijn rechterscherm naar mijn linkerscherm. Zoiets. Nou, niet zoiets natuurlijk, maar zoiets kunnen we maken. Ik ga jullie eigenlijk gewoon alles leren van Blender. Dus ja. Let's go. Oké, dus. Dan gaan we dat maken. Oké, als eerste dat begin cube dingy. Heel erg veel mensen die gooien dat gewoon weg. Maar ik denk, niet doen. Dus ja. De basics. Wacht, ik begin wel heel eventjes. Helemaal overnieuw, want dit. Screencast keys, staan die aan? Nee, zo, nu staan ze aan. Oké, dus. De basics zijn, als je wil rondkijken, doe je dat met de middelmuisknop. Je weet wel. Van je muis. En ik dacht dat als je dat wou veranderen, dan kon je dat hier ergens. Nee, niet hier. Kon je hier zo bij system. Nee. Input. Ja, iets hier. Ah. Import key configurations. Nou, dat kan je dan allemaal gaan doen en zo. Wat je maar wil. Dus ja. Dat doe je met de middelmuisknop en dat is AVAST. Bedankt AVAST. En om het groter te maken, want we willen best wel groot ding. Anders gaat het hierin gebeuren. En dat is een beetje klein. Dus voor dit keer gaan we hem 5 keer zo groot maken. Dus dan druk je op S en dan op 5. En dan, ja. Zie je wel dat hij ietsje groter is geworden. Plus, zag je bij de vorige ook dat hier zo dat lijntje perfect langs de randen kwam? Nou, nu ook dus. Je gaat hem ietsje naar boven brengen. Maar maakt eigenlijk niet uit. Ik druk op A om alles te deselecten. Deselecten dus. Wat we nu gaan doen is. We gaan waar het fluid, dus de fluid moet gaan staan. Dus dan kopiëren we deze. Dat doe je met Ctrl-C en dan dit copy selection to buffer. En dan druk je op Ctrl-V. En dan ga je het scalen. Een klein beetje naar binnen. Echt. Nog geen eens. Kijk. Je doet 0.001 is al genoeg. Zodat als je deze selecteert. Nou, dat je tenminste kan zien. Nu wil je het. En dat is een telefoon. Wacht even, jongens. Oké. Nee, dat was niet. Gewoon nee. Nee. Dat. Kijk. Ik ging zo bellen dus. En dan was het op een gegeven moment. Nam ik op en dan hoorde ik zo van piep, piep, piep. En dat is best wel stom als dat gebeurt. Dus ja. Dan wil je hem dus de binnenste wil je gaan scalen. Ah, shit. Hebben we het dus niet. Oh, we hebben het geen eens Ctrl-V. We hebben het niet goed gescaled, maar nu wel. Je moet het in ieder geval een klein beetje scalen, oké. Gaan we deze heel even naar boven brengen. Zodat we kunnen zien wat we doen. Dan willen we hem scalen. Dan doe je S en dan doe je Z. En dan kan je hem scalen.
Nou, nu doe ik 0,4 als waterlevel, maar je kan het altijd nog groter maken. Alhoewel, ik doe wel 0,6. Oh. 0,6. Nou, dit is goed. Kijk, dan doe je dat erin. Als je het echt gewoon goed wil zien, dan druk je gewoon op zet. En dan zie je dit. Oké, dan heb je nog altijd die bullet. Of, ik gebruikte bij een filmpje een bullet. Dus een bal nodig, weet ik veel. Iets wat erin kan vallen. En dan doe je... Nou, hier is een bal. Punt. Ja. Dan ga je hem animeren. Hoe je animeert hiermee is... Je drukt als eerste om... Dat hij deze motion... Dus deze plek gaat onthouden. Druk je eerst op I. Dan druk je op lockrot. Lockrot. Ja. Gewoon iets. Klik je. Dan scroll je wat verder... Wanneer die helemaal hier beneden moet zijn. En dan... ja, doe je weer dat lockrot. Dus wat we nu krijgen is dit. Oh. Als je nu ziet... toch nog heel even met deze. Hij is niet zo goed tegen de randen. Nou, dat kan je best heel eventjes... Met, als je op X drukt, dan kan je hem via de X-axis en I via de Y-axis. Nou, dan kan je dit doen. Zo. Oh, nee, niet deleten. Dat is als je op X drukt. Dus nooit op X drukken terwijl je ergens mee bezig mee bent. Oké. Dit moet je nu hierheen doen. En dan moet je naar Fluid. En dan moet je naar domein. Ja, kijk, omdat jullie het misschien voor de eerste keer doen, kan het zijn dat jullie dit niet zien. Maar dat boeit niet. Dat gaat nog weg. Maakt niet uit. Oké. Voor de lol doe ik hier zo niet viewport display. Doe ik hier zo geometry. Zodat je nog steeds de ding ziet. Oké, dan doe ik hier zo fluid. Selecteer ik dat ding weer. En dan doe ik daar zo fluid. Nou. Wat hier zo gaat doen. Heel leuk. Maakt hij van dit ding. Maakt hij een. Ja. Maakt hij waar het water moet zijn. Dus dit allemaal wordt water. Of een fluid. Ik weet niet. Ik ga water gebruiken. Want het ziet er mooi uit. Plus, als je dat water dus een texture wil geven, een mooie texture, dan ga je hier zo naar Blender Render en dan Cycles Render. En dan zie je wel dat het een beetje verschilt qua belichting. Nou. Oké, maar dat maakt niet uit. Kijk. Hier zo kan je nu ook rendered doen, maar dat is niet echt zo nodig. Nou ja, dat zet ik maar weer uit. Material is wel leuk om te hebben, zodat je het gewoon een beetje kan zien welke kleur dit heeft. Oké. Dit moet een obstakel zijn, toch? Want als die in het water komt, dan wil je dat die daarmee gaat, laten we zeggen, gaat colliden. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Nou ja, in ieder geval... Dat hij daarmee in contact komt. Dus dat hij niet er recht doorheen gaat alsof er niks is gebeurd. Maar echt dat er zo'n plons komt. Nou, dan moet je naar Fluid gaan. Dan moet je naar Obstacle gaan. En wacht even jongens. Ja, oké. Dan moet je dus hierheen gaan. En dan het leuke is, je kan hier een free slip doen. Of partial slip. Ik weet niet wat dat allemaal betekent, maar ja. Oké, nu gaan we een beetje over de settings hier. Ja. Als je hier zo. Hoeveel resolutie je dat wil hebben.
Dan doe je bijvoorbeeld final, dat. Dit is hoe het eruit gaat zien nu. In de preview, dus hier. Dit ga ik dan weer heel eventjes naar preview doen, maar dat komt... Dit ding boeit niet. Oké? Dit lijkt wel zo'n papierpropje. Maar dit was van mijn vorige animatie en dat wilde je er maar niet uithalen. Dat is Fluid Cache. Ja. Yeah. En dan vraag je wat is een Fluid Cache? Later. Ja, echt. Oké. Oké. Dus als je dit naar 100 hebt gezet. Je kan doen dat. Simulation of time. Last blender frame. Ik zou mijn god niet weten wat dit is. Dus we zetten dit maar naar 10. En dan zal het wel leuk zijn. Dit. Fluid presets. Water. Meh. En dan partial slip. Slip. Dan doe ik het liefste vind ik free slip. Slip. Jeetje. Free slip. Want dan gaat het ook echt zo. Dat, het ziet er gewoon mooi uit. Oké. Fluid particles generate. Ik weet niet wat het doet. Dus eigenlijk ga ik daar nu ook. Ik ga niet experimenteren. Oké. Dus nu ga ik deze prop weghalen. En weet je hoe ik dat ga doen? Ik ga hem baken. En dat moeten jullie ook gaan doen. Want als je dat niet doet. Dan ziet het er echt niet uit. Kijk. Nu lijkt het weer. Kijk. Nu zie je. Dat dit zo is. Als we deze box. Die daar beneden is. Dat is dus die ene box. Die je hebt geresized en zo. Als je hier zo op dat oogje klikt. Dan zie je nu nog maar alleen maar het water. Ja. Ik kom wel terug als die klaar is. Ja. Oké, jongens. Ik heb niet het geduld. Dus we gaan dit heel even cancelen. Ja. Dan gaan we hier weer heen. En dan zetten we dit weer terug naar dat. En dan als je dus een slome computer hebt. Dan moet je dat vooral gaan doen. Want ik heb een heel slome computer. En dan is de vraag. Waarom ben je nog bezig met filmen? Nou. Omdat het kan. Kijk hoe snel kan het tikken. Dat kan je ook gewoon met ingedrukt houden. Maar dat doe ik niet. Holy crap. Dit is frenel. Ik kom wel weer terug als dit klaar is. Oké, jongens. Geen geduld. Dit water is denk ik iets. Dus, wat nou als we het nu zouden gaan renderen? Nou, zouden gaan baken. Kijk. Dan gaat het al wat sneller, denk ik. Hoop ik. Dus niet. Nou, fijn. Ja, ik ga hem eventjes pauzeren. Wauw. Hier klopt geen ene hol van. Sorry hoor. Maar kijk. Nou, weet je, het is wel goed hoor. Maar kijk. Het water is aangetrokken door dat. Door dit ding. Dat kan toch niet? Ja. Yeah. Nou, bij mij ziet het er dus al zoiets uit. Ja. Yeah. Dus ja. Ik pauzeer hem weer even. Jongens. Het is een beetje jammer. Kijk. Dit duurt een beetje lang. Dus. We zetten het naar 100 frames. Ja, het klinkt misschien een klein beetje weinig. Het is ook weinig eigenlijk. Het is maar iets van 4 seconden. Maar het moet maar.
En van onderen ziet dit er heel raar uit, want... Sorry, maar er horen toch air bubbles. Kijk, ik weet wel dat hier zo'n remove air bubbles staat, maar... Nou ja, die boeit. Ik vind het nu eigenlijk al er best wel mooi uitzien. Zo. Nou. Dan ga ik hem denk ik weer even pauzeren. Nou ja. Ik heb even een deur open gedaan. Dus als jullie het geluid wat harder van de buitenwereld horen, dan... Ja, ik kan er niks aan doen. Dus ja, nou ja. Ik kan er wel wat aan doen. Deur dicht doen, maar anders is het een beetje heet. Dus ja. Ja, nou ja. Dus... Ik pauzeer hem maar weer. Oké, jongens. Hier zo hebben we dus die ene bal laten stoppen. Dus eigenlijk duurt het filmpje maar zo lang. Alleen, dat duurt dus eigenlijk helemaal niet zo lang. Dus eigenlijk, wat we nu moeten gaan doen, is hier zo. Trouwens, als je het wil gaan renderen, dan moet je het wel naar AVJPEG doen. Maar, als we het goed willen hebben, dan moeten we hier zo custom en dan doen we 10 frames per second. Klinkt raar, gaat ook enorm laggen, maar dat maakt niet uit. Tenminste, als we 15 doen, dan nou ja, is de helft van het vloeiende. Ik bedoel, dit kan toch. Zo. Ik vind het best goed. Dus ja. Flight Simulation stop ik. Als je dit van buiten kijkt, zo. Het staat ook mooi in het zicht van de camera. Dus eigenlijk... Er is eigenlijk niks mis mee. Oké. Natuurlijk, eerst gaan we het wel eigenlijk een beetje wat mooier maken, want het is nu nog een beetje slecht. Dus hier zo ga je dan glass doen. En dan kan je hier zo kijken wat het is of hoe het eruit ziet als het dit is, maar dat gaan we maar niet doen. We klikken daarop. Oké, nou. We willen het een beetje wat met wat meer licht. Dus dan gaan we naar wat meer blauw. Dus dan gaan we zo. Wat is dit? Oké. Als je het nu zou gaan renderen, dan ziet het water er zo uit. Nou. Dat is best mooi. Oké, dus we gaan het niet in één keer helemaal renderen, want het lukt gewoon niet. Maar wat wel lukt is, als we, kijk, dan hebben we dat goed gemaakt. Maar het zou ook wel leuk zijn als dit balletje een kleur kreeg. En dan mag je het hierop gaan zetten, dat is leuk. Dit kan je ook naar glas doen, maar dat zie je niet goed, dus... Ik ga denk ik naar emission of naar diffuse zetten. Emission dat geeft licht. Maar diffuse dat... Ja, is gewoon alleen maar een kleurtje. Dus ik denk dat ik toch emission voor emission ga. En dan strength op 0.01 gaat zetten of zoiets. Nou, laat maar. Zoiets. Ja, yeah, maar. Dat. Ik weet niet. Zal ik dit gaan doen? Ik zet het toch gewoon lekker op de views. Het staat toch wat mooier. Plus dan kunnen we hier zo add modifier doen. Dat is best leuk. En dan subdivision surface. Wat je daarmee kan doen is. Je kan het wat gladder maken. Nou, niet gladder, maar smoother.
waardoor je minder goed ziet dat dit zo'n slechte bal is. En hetzelfde geldt hiervoor. Dus dan doe je subdivision surface. En doe je hier zo, weet ik veel, 4 of zo. Nou, misschien had ik dat beter niet moeten doen. Shit. Ja. Yeah. Als die nu zou gaan crashen, dan zou ik best wel boos worden. Ah. Ik zet dit toch maar even liever op 0. En dit mag best op 4, maar dan zien wij niet het eindresultaat, maar dat boeit ook niet echt. Dus het, en dan shading naar smooth. Dat maakt het altijd wel een beetje af. Oké, dus als je een beetje, als je kijkt naar wat we nu hebben, dan ziet het er best mooi uit. Vooral dat laatste met dat, dit hier. Dat vind ik wel mooi. En dan ja. Wat we nu gaan doen is, ja, de meeste mensen die save het. Dus ik ga maar een normaal mens zijn. En ik ga het save als water met Jumbo Gamers. Zoiets. Nou, hebben we dit gesaved. Ja, wat we nu moeten doen is renderen. Alleen, ja, ik zit er dus niet echt op te wachten om het helemaal te moeten gaan renderen. Want het, al wel, wat nou als ik de kwaliteit helemaal omlaag doe. Ha! En dan ga ik renderen. Hey, wat gaat er dan gebeuren? Synchronizing object cube. Ja. Oh, leuk. Nou. Wel, nou. Oké, dus dit is mijn desktop. Godverdomme. Oké, dus wat we nu gaan doen. Is we gaan Blender weer opstarten. En ik ga niet meer renderen, want dit gaat niet goed met Bandicam aan. Echt niet. Nee. Cover last session. Ja, dit is Minecraft. Maar dit is niet wat we wouden. Ja. Er staat hier water met Jumbo Gamers. Plant. Ja. Oké. Dit kan ik dus niet renderen. Dat is best wel stom. Dus ja. Dit is maar 1 frame per seconde, dus je ziet ook maar. En vooral via de camera ziet het er een beetje derp uit. Dus ja. Maar ja. Dit was het eigenlijk een beetje. Als je het wil gaan renderen. En je mag de camera zelfs nog bewegen, maar jullie weten wel hoe dat gaat. Als je heel graag er bijvoorbeeld nog een goede lamp bij wil maken, dan doe je dat ene met dat emission, niet met een kubus. Dan doe je dit, en dan doe je wat flatsen. En dan doe je hier zo emission. Dit ga je toch niet zien, dus. En dan doe je zo, 7, en dan doe je render. Alleen dit keer ga ik alleen maar render image doen. Want als ik het helemaal ga doen, dan crasht mijn computer. Ik kom terug als die klaar is. Origineel, echt heel. Oké, jongens, ik denk dat mijn computer er geen zin meer in heeft voor vandaag. Dus ja.
tot de volgende keer. Dus, wow. Ik denk dat ik dan heel eventjes nog wat tijd heb om wat aan jullie te laten zien. We zitten wel al dik ergens in de... nee. We zitten wel dik al ergens in de 30 minuutjes, maar dat maakt niet uit. Mijn vriend, die heet Wouter. Die kennen jullie wel. Nou, dit is dus een animatie van ons. Het is klein. En het is ook eigenlijk helemaal niet lang. Het is maar 1 seconde, 2 seconden. Verbetering. Ik maak heel korte dingen. Ik maak echt geen lange dingen. En als ik lange dingen maak, dan moet ik ze allemaal weer... in 1 ding doen. Dus ja. Water flute thingy. Oh, dat was deze. Dit heb ik ook gemaakt. Het ziet er wel mooi uit. Alleen. Mwah. Ik doe heel veel met water. Dat kan je niet zeggen dat ik dat niet doe. Ik bedoel. Of dit geen water is. Deze vond ik wel mooi geanimeerd hoor. Daar zat eigenlijk ook maar een balletje. Maar dat maakt niet uit. Ik weet niet wat ik... Oh, kopje koffie met koffie. Dit was een gevalde. Dus dat kan het ook worden met sommige... Ik weet ook niet hoe koffie eruit ziet. Dus ja. Nou. Oh, wacht eens even. Projects. Er was er nog eentje. Dat was de Jumbo Gamers intro. Alleen... Dit wou ik dus als intro voor de Jumbo Gamers gaan doen. Alleen, ik weet niet of ik dat wel moet doen. Dus ja. Nou, rate, comment en subscribe. Zoals ze het in Engeland zeggen. Of gewoon geef een groen duimpje. Subscribe, abonneer. Dat soort dingen. Waren eigenlijk twee dezelfde dingen. Maar dat maakt niet uit. Als je het echt heel leuk vond, zet hem dan in je favorites. Maar dat, ja. En... Ja, dat was het.